Ik wil het verder niet afronden, want dat laat ik over aan onze Melle Dotinga, die een waarschijnlijk mooi gedicht geschreven heeft of samenvatting van wat wij met elkaar vanavond hier beleefd hebben. Melle, het woord is aan jou. Het leven houdt pas op als er één ding niet meer klopt. Wat is dat? Daar gaat het over. Zo nu en dan heb ik een kleine pauze, dan moet ik even een pagina omslaan. Het heet het hart. Er is een hart. Er is even geduld, AUB. Er is vanavond en morgen en overmorgen en nog heel lang daarna. Geen Enschede, geen Hengelo, geen Almelo, geen Boekelo, geen Oldenzaal. Er is één Twente. Er is een hart. Er is een stelling. Er is een dilemma. Oud worden is iets waar ik naar uitkijk. Er is een vraag waarop geen antwoord is. Omdat je nou eenmaal niet weet of je ouder, nog ouder of heel oud gaat worden. Er is een hart. Nee, 150 harten. Die kloppen voor de meest bijzondere tafel van Nederland. De tafel van Mercedes. En die harten staan slaan steeds meer samen in hetzelfde ritme. Het ritme van verbinding en vooruitgang. Er is een hart, een heel humaan hart, dat waardering heeft voor pionierswerk en voor anders kijken naar oud worden. Een hart dat ruimte maakt voor passie en creativiteit. Dat ziet hoe zorg voor ouderen prachtig samengaat met zorg voor leefbaarheid in de wijk. Er is een hart dat klopt voor kontjes. Er is een hart dat klopt voor zorg en voor de Zuidwijk. Er is een hart dat klopt voor historie, maar meer nog voor een manifest dat geboren werd uit boosheid. Er is een hart dat klopt voor het zien en het horen, voor het luisteren en kijken en het ervaren van wat echt nodig is. Er is een hart dat klopt voor wat vaker stout en ondeugend zijn. En er is een hart dat klopt voor een kleedje. Er is een hart dat altijd blijft kloppen. Het overstijgt alle steden, alle buurten, alle wijken en alle landen. Het kent geen kamers, geen muren, geen grenzen en geen barrières. Het heeft geen weet van boosheid, van woede, van haat of agressie. Van zuurheid, van cynisme, van bitterheid of frustratie. Het zit niet vol met protocollen en structuren, met kaders en contracten, met codes en kengetallen, met normen en certificeringen. En het staat zeker niet bol van verslagen en administratie, van systemen en technieken, van cijfers en letters en nummers en andere nietszeggende dingen. Er is een hart dat altijd blijft kloppen. Het is het hart dat ons allemaal bindt. Het maakt dat we voelen dat we allemaal humaan zijn. Exclusief en inclusief en allemaal anders. Dat grote hart van ons allemaal samen overstijgt ons begin en zeker ons einde. Het neemt ons op en laat ons nooit vallen. Dat hart, lieve mensen, is het hart van de liefde. En zeg eens eerlijk, wie kent dat nou niet? Dat hart, die bron van de liefde, lijkt soms ver weg. Dat is een vergissing. Als wij het willen, en jij ook, en u, spreken we allemaal de taal van de liefde en die verstaat iedereen. Dus luister, luister heel goed. En volg steeds die hartslag, want die zweeft ongebonden boven alles uit. Het hart spreekt. En wie durft te zeggen wat het ons zegt? Even geduld alsjeblieft. Nu volgt de vertaling. Het hart dat ons bindt zegt gewoon, heel gewoon,
luister verdomme nou echt eens naar die prachtige stem. Dat wonderbaarlijke mooie geluid van jouw eigen hart.